Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video van Noor en Zo. Ik ga vandaag voor jullie een keer een rond kaartje maken. Natuurlijk met plaatjes van Bella Lulu. We gaan een achtergrondje maken met inkt. En ik ga werken met stansen van onder andere Carlijn en Elizabeth Craft. Ik wil jullie eerst deze mooie malle set laten zien, want die is van Carlijn. Dat is een nesting die, maar ik vind het wel echt een beetje nesting die plus. Want vergeleken met alle andere merken zijn deze randjes wel echt heel mooi. En je hebt er ook echt heel veel, dus hij gaat tot heel klein aan toe. €29,95 kost hij. En je krijgt ook nog wat losse leuke dingen erbij. Ga ik jullie ook even laten zien. Bij deze malle set krijg je dus een stansje met bubbels. Je krijgt deze om eigenlijk zo'n soort medaille met nummer 1 te maken. Dit zijn weer wat grotere cirkels en je krijgt deze knoopjesstans krijg je erbij. Dus echt weer een stans met heel veel mogelijkheden. En hij stans dus allemaal echt hele leuke randjes. Heel vaak is dat ook met een stiksteekje. Nou, omdat ze dus zo mooi dicht bij elkaar zitten, die mallen, kun je ze natuurlijk ook in elkaar gebruiken. Als je bijvoorbeeld het tweede en het derde maatje gebruikt, zoals ik hier heb gedaan. En je zet dat eventjes vast met een stukje mallentape. Dan kun je dus dit soort framepjes kun je ook maken. Ook weer met het stiksteekje erbij. Dus dat kan ook. Nou, ik heb de grootste cirkel gebruikt. Die heb ik uit wit kartstok gestanst. Een maatje kleiner uit een beetje een okergeel. Die komt hier straks op. Dat kan ik zo meteen al wel doen. En dan heb ik weer een maatje kleiner. Dus de cirkel met het stiksteekje. Die heb ik uit waterkolfpapier gestanst. Want daar gaan we zo meteen een inktachtergrondje op maken. Ik ga al wel deze even erop plakken. Wat ook leuk is, ik zie daar Linda en deze ook heel vaak doen. Je kan dit natuurlijk ook nog met een beetje foamtape wat verhoogd op gaan plakken. Nou, ik denk dat het met deze basismal bij mij net zo zal gaan als met mijn A6-mal van Carlijn. Super basis is die. En ik pak hem er dan ook telkens weer bij. Daarom dacht ik, ik pak even een keer een andere, want het is heel de tijd die A6-mal die ik heel makkelijk pak. En een rond kaartje is natuurlijk ook leuk. Dus weer even een keertje iets anders. Dus we gaan met de lijmpen van Dutch Blue, ga ik heel voorzichtig deze al voorzien van lijm en op mijn basiskaartje plakken. Kijk, dit is natuurlijk gewoon alleen ook al bijna super mooi. Ik vind echt, kijk, het zijn hele mooie nesting dies. Die leggen we eventjes opzij. Dan gaan we naar de cirkelmaatje kleiner uit het waterkolfpapier. Ik ga in deze uitzending werken met wat verschillende mask stencils van Dutch Doobadoo. Het is als eerste is dat deze. Met de berkenbomen van Dutch Doobadoo. En ik ga dat combineren met dit mask stencil met de sneeuwvlokjes. Die heeft een mooi patroontje, zie je wel, van wat dichtere sneeuw uitlopend naar een beetje fijner. Dus die gaan we straks gebruiken. We gaan eerst de achtergrond even maken met de berkenboom. Ik moet daar trouwens heel eventjes een cirkeltje voor stansen. Want dan kunnen we eigenlijk ook een soort maan maken. Ik denk dat dat ook wel een leuk idee is op ons achtergrondje. Nou, je kunt met verschillende soorten inkt kun je natuurlijk werken op je achtergrondje. Dat kan ijsink inkt zijn van Aladdin. Het kan Harmony inkt zijn van Spectrum Waar. Die heb ik hier nou toevallig thuis bij de hand staan. Dus die ga ik gebruiken. Je kunt de stress inktjes gebruiken. Het kan zelfs met Memento. Ik vind alleen zelf dat Memento inkt niet zo heel erg goed blendt. Dus die ga ik niet gebruiken. En ondertussen stans ik gauw met een cirkel. Dat had ik nog niet van tevoren gedaan. En dan neem ik dus eigenlijk niet de cirkel zelf, maar het andere deel. Want ik wil daar een soort van maan mee maken. We maken straks een Christmas cookie delivery. Dus ik ga hem eigenlijk op deze manier op mijn cirkel plakken, dat hij hier een beetje zo overheen valt. Dus ik zet aan de achterkant zet ik dat papiertje wel eventjes vast met een stukje malletape.
Dan heb ik twee kleurtjes Harmony inkt. Ik heb een honeypot, die gaan we voor de maan gebruiken. En ik heb een grasshopper, die gaan we zo meteen voor de rest gebruiken. Dus ik neem weer mijn blending tooltje erbij. En dan gaan we dus eerst de cirkel voorzien van inkt. Nemen we wel even een spraybottel erbij. Dat vind ik op zich ook altijd wel leuk. Dan heb ik alleen geen stukje keukenrol. Misschien dat iemand er even aan wil geven. Want dat is wel het leukste. Als ik dit met een stukje keukenrol een beetje wegneem. Dan zul je zien dat hij daar de inkt ook een beetje wegneemt. Krijg je een iets leuker effect. Dankjewel. Dus stukje keukenpapier. Dep je het nat even af. En dan krijg je net iets meer het idee van de maan. Ik vind het ook nog wel leuk om nu die cirkel er nog op zit. Langs de randjes dus nog een beetje harder aan te zetten met inkt. Nou, dan halen we voorzichtig dat papiertje er weer af. En dan gaan we zo meteen verder met het stencil met de bomen. En dan zou je dus van hetgeen wat je gestanst hebt. Hè, er was natuurlijk een cirkel uit mijn gestanst papiertje gekomen. Even kijken of ik deze nog iets meer af kan nemen. Zie je, dan lijkt het nog iets meer op een maan. Dus moet ik nog even drogen. Dit is dus het idee van de maan. Die cirkel die overgebleven was, die leg ik nu weer eventjes bovenop. Anders ga ik hier natuurlijk helemaal weer met mijn groen overheen en dat willen we niet. Dus die zet ik ook weer eventjes vast met een stukje mallentape. Kunnen we die straks weer eraf halen. Dan gaat mijn stencil met de berkenbomen gaat er overheen. Ik zal hem er eerst zo opleggen en dan laat ik het zien aan jullie hoe ik hem aan de achterkant vastzet. Dat is het makkelijkste. Hier zet je hem even vast. Dan kun je boven en onder doen als je dat fijn vindt. Dan heb je in ieder geval zeker dat hij niet gaat schuiven. Dan gaan we het gele kleurtje natuurlijk wegleggen, de honeypot. En dan gaan we naar de groene kleur. En dat is de kleur Grasshopper van de Harmony inkten. En daar gaan we gewoon de rest van het watercolorpapiertje mee beinkten. En dan blijven straks die berkenbomen, nou die zijn natuurlijk ook altijd wit, die blijven dan wit. Ga ik jullie straks laten zien als we het stencil eraf halen. En dit is natuurlijk een heel leuk masker. Dat kun je voor Sinterklaaskaartjes gebruiken, voor winterse kaartjes. Ik doe het nu met groen, maar het kan natuurlijk ook met mooie blauw tinten. En daar kun je natuurlijk ook weer allerlei Bella Lulu plaatjes voor gebruiken. Nou, zo vind ik hem wel genoeg. Gaan we voorzichtig de maskstencils loshalen. Kijk, zie je, dan krijg je dit effect. En deze gaat eraf. Hebben we hier onze maan. Ik zal het jullie zo even close-up laten zien als ik dit allemaal eraf gefriemeld heb. Zo heb je dus met het maskstencil van de berkenbomen een heel tof
achtergrondje gemaakt. Ik ga een beetje ver afsprayen met mijn spraybottel met water. En dan neem ik hier en daar nog een beetje weg. Dus je spettert er wat water op en dan neem je het even af. Nou, en dan wil ik er nu nog een winters achtergrondje van maken. Dus we gaan er ook nog wat sneeuw overheen maken. En dat doen we dus met dit mask stencil. Met het sneeuwpatroontje. Ik zal hem even goed schoonmaken. Ik had hem gisteren nog gebruikt. Die leggen we ook weer hier overheen. Zet ik hem ook weer aan de achterkant eventjes vast. Kijk, en het is een heel fijn sneeuwpatroontje. Je kan het denk ik zo bijna niet zien. Daar ga ik mee werken met de structuurpasta van Dutch Doo Badoo. Een potje voor €9,95. Ik heb die zelf al heel lang. Je doet er ook super lang mee. Dan ga je aanbrengen met een spatel. Dat kan een plastic spatel zijn, een metalen spatel. Net wat je zelf leuk vindt. Of handig vindt. Nou, dus we nemen wat pasta uit de pot. Ik hou altijd met mijn vingers zelf het mask even een beetje strak. En dan ga je dus het sneeuwpatroon ga je aanbrengen. Als je dus werkt met structuurpasta, werk, of in ieder geval, ik werk altijd naar me toe. Dus ga niet zitten smeren van boven naar onder. Nee, je haalt hem naar je toe. Kijk, en het is een spatel. Dus het teveel, dan neem je weer gewoon terug op je spatel. Zo doe ik het in ieder geval altijd. En je maakt gewoon je gaten dicht. En het teveel neem je weer mee en dan ga je weer mee naar een volgend stukje. Nou, je ziet dan ook dat je dus van die pasta gewoon heel weinig nodig hebt. Te veel haal ik er gewoon weer vanaf. Ja, hier hadden we ook allemaal al pasta zitten. De mask stencils die gooi ik na afloop altijd gewoon in een bak met water. En vervolgens doe je ze gewoon met een sopje, met een beetje afwasmiddel, maak je ze weer schoon. Ik ga even stiekem spieken. Ja, hij is helemaal leuk. Dus we halen hem los. Boven de prullenbak doen. Kijk, en dan krijg je dus dit effect. Kun je het zien? Net echte sneeuw. Kijk, die sneeuw, dat is de structuurpasta. Dus die heeft net iets meer body dan wanneer je een spetterpen gebruikt. Dus dat is onze achtergrond en dan gaan we hem zo meteen gaan we hem lekker opbouwen. We gaan er even een leuk kaartje omheen maken. Ik maak dus mijn matje heel even schoon. Ik heb hier een kliedermatje bovenop liggen. Dat zo meteen niet heel ons kaartje onder zit. Kijk, die komt zo meteen hierop. Kijk, zie je hoe leuk dat al is. Wat gaan we maken? Ik heb met de Jeep van Elizabeth Craft... gaan we een koekjes delivery service gaan we maken. Die Jeep, dat vind ik echt een hele leuke. Ik heb daar echt al zoveel kaartjes mee gemaakt. Daar kun je natuurlijk bijna alle Bellalulu plaatjes kun je daarin verwerken. Want al die poppetjes kun je natuurlijk in de Jeep zetten. Nou, in dit geval heb ik gekozen voor het knipvel van Bellalulu. Dat heet Christmas Cookies. Dat zijn eigenlijk allemaal bakkertjes die koekjes aan het bakken zijn. In een kerstthema. En die heb ik in de Jeep gezet. Ik heb nog wat meer plaatjes geknipt. Kijk, deze die kan ook nog wel meerijden. Die gaan we er ook nog eventjes achter plakken. Met die deegroller in de hand. En ook weer een koekje. Dus we gaan eerst eventjes onze cirkel afwerken. Voordat we die in het basiskaartje gaan plakken. Dus nou, deze die hang ik hier zo ook nog eventjes achter. Dat ik hem hier genoeg gelijmd heb. Kijk,
gek. En die Jeep is gewoon echt heel leuk. Er zitten ook buitenspiegels aan, er zitten koplampen bij. Het is gewoon een hele leuke mal. Daar kun je echt... Ik heb er ook al eens een keer een junglekaart meegemaakt met de junglepoppetjes uit een knipvel. Nou, onderaan heb ik zo nog maar even een randje van Calijn ook gestanst. Die wil ik hier zo meteen onderaan hebben. En dan komt de Jeep. Komt daar bovenop. Even kijken, want anders zien we ons mooie achtergrondje bijna niet meer. Gaan we even passen en meten hoe we dat gaan doen. Misschien gaan we de Jeep een beetje naar beneden zetten. Dat zou natuurlijk zonde zijn. Ja, ik denk toch dat we hem een beetje zo gaan doen. Die een beetje buiten het cirkeltje uitsteekt. Dat mag best. Dus deze cirkel met onze geïnkte achtergrond, die komt er al op. En die past er natuurlijk weer precies in, hè, in die andere nesting dies. Even goed schuiven tot die naar mijn zin zit. Even zo. Ja, zo past die beter. Drukken we hem even aan tot de digital balloon lijm droog is. En dan komt hier een beetje dat soort grasrandje op wat ik gemaakt had. Kijk, dat het een beetje klopt met de maan, hè? Dat de maan niet helemaal naar beneden schuift. Kijk, maar dit is dus het achtergrondje met de bomen en de maan. Het inktachtergrondje wat we gemaakt hebben. En dan ga ik hier zo meteen de Jeep nog opmaken. Dan ga ik met een beetje foamtape vastplakken. En dan werken we het denk straks eventjes af met nog wat losse koekjes. Die zitten ook in dat knipvel. Die zijn ook weer leuk om je kaartje verder mee op te pimpen. Nou, met mijn dobbel en pick tool haal ik die beschermfolie weer van mijn foamtape af. En dan laat ik hem zo een beetje over de maan heen vallen. En dan heb je een kerstkoekjes delivery service. Ik ga nog even een paar koekjes uitknippen. Om nog erbij of ertussen te steken. Zie je, dan kun je hier gerust gewoon achter steken. Ik denk dat ik ergens nog een andere ga doen. Hier hebben we weer een... koekje van een kerstboom. En dan is je kaartje met je Christmas cookie delivery is klaar. Dit was het ideetje wat ik jullie vandaag wilde laten zien in deze live. Dus ik zou zeggen dankjewel voor het kijken en graag tot een volgende keer. Dankjewel, doei doei!